Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. In deze aflevering kijken we naar... De Maastunnel is tot zaterdag 12 november afgesloten van noord naar zuid. In Kralingen wordt op een deel van de Schravenweg gewerkt. En nachtafsluitingen op de A13 bij knooppunt Kleinpolderplein. En op de A20 richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. De Maastunnel is tot zaterdag 12 november van noord naar zuid afgesloten voor autoverkeer. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een waterkerend membraan onder het wegdek. Je kunt omrijden via de Erasmusbrug. Vanaf zuid naar noord blijft de tunnel wel toegankelijk voor auto's. Ook de fietstunnel en de voetgangerstunnel blijven gewoon bereikbaar. Hou rekening met extra drukte voor auto's op de omleidingsroute, vooral in de spits. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/maastunnel. In Kralingen wordt een deel van de Schravenweg veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De Schravenweg is daarom van woensdag 26 oktober 7 uur 's ochtends tot donderdag 27 oktober 4 uur 's middags in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. Tussen de Schults van Hagenstraat en Kralingse Zoom. Je rijdt in beide richtingen om via de Kralingse Weg of de Abraham van Rijkenvorselweg. Ga naar rotterdamonderweg.nl/schravenweg voor meer informatie. Op de A13 is bij knooppunt Kleinpolderplein vanuit Den Haag de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland één nacht dicht. De afsluiting is van donderdag 27 oktober 9 uur 's avonds tot vrijdag 28 oktober 5 uur 's ochtends. Afrit 13 over Schie blijft wel gewoon bereikbaar. Je rijdt om via de A20 richting Gouda en keert bij af- en toerit 14 Schieplein. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/A13. Op de A20 wordt één nacht gewerkt aan het asfalt. Hierdoor is de A20 richting Gouda dicht tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Moordrecht. De afsluiting begint op donderdag 27 oktober 11 uur 's avonds en duurt tot vrijdag 28 oktober 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer rijdt om via de N219 en A12. Op rotterdamonderweg.nl/A20 vind je meer informatie. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.